Fabio Jacobsen een sprintkans, Jasper Philipsen noemde het een gemiste kans. Hoe beoordeel jij deze? Geen kans voor Fabio Jacobsen. Wat ligt dat de laatste dagen in de Pyreneeën daaraan te grondslag? Hoe zie je dat? Ja, ik was halverwege de etappe al niet top. Dus toen heb ik al wel gezegd dat ik niet dacht dat ik de benen had om mee te sprinten. Nu moet ik zeggen dat de finale ook lastiger was dan dat ik dacht. Maar op 4-5 kilometer van het eind kon ik eigenlijk de wielen al moeilijk volgen en in het positioneren. En Yves en Florian zaten nog wel goed samen. En toen heb ik, net als in de Vuelta vorig jaar, zo hard en vaak mogelijk in de radio geroepen dat Florian moet sprinten. Want dat ik de benen niet heb. Want hij verdient dat. Als ik niet kan sprinten, dan mag hij sprinten. Dan moet hij sprinten zelfs. En dat heeft hij gedaan. En ik ben wel trots op zijn resultaat, want ik kan dat zelf hier absoluut niet. Volgt nog een tijdrit en dan die klassieke sprint op de Champs-Élysées. Kijk je daarnaar uit? Ja, enorm natuurlijk. Kijk, dat zijn twee nachten slaap. Eén tijdrit op relatief herstelvermogen. Ik ga niet zeggen dat dat makkelijk is, maar het is alleszins geen Alpenrit of Pyreneeënrit en het duurt maar een uurtje. Dus dan blijven er 23 uur in de dag over om te herstellen. En de Champs-Élysées is denk ik wel wat voor mij. Ik reed vroeger rondjes om de kerk en dit zijn rondjes om de Arc de Triomphe. Dus ik kijk er wel naar uit. Tot slot, hoeveel kans maak je daar? Een goede kans, denk ik. Dankjewel. Blijf iedere dag op de hoogte van de Tour de France met de Wielerflits Update. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.